Gustavs, de jongens A. Op weg naar de finish. En dat ligt lekker gelijk daar allemaal vooraan. Dat is natuurlijk mooi spannend, want op die manier is het ook de hele wedstrijd eigenlijk van wie gaat wat worden. Maar ik heb zo het idee dat het wel eens Ruben van Tijn kon zijn.